Yannick, jij weet ook, dit is een ander filmpje dan anders, want nu zit je zelf te eten. En we gaan recessies doen, maar wat gaat er door je heen in deze zaak? Wat gaat er mee? We zijn in Zinse streken, we zijn hier voor het eerst. Wat vind je er allemaal van? Zit je lekker? Ja, ik zit, het zijn lekkere stoelen. Ja? Ja, dat moet ik wel zeggen. Het is prima. Het is echt lekker eten, ja. Maar het hoofdgerecht moet nog komen, hè? Hoofdgerecht moet nog komen. Ik heb vooraf een garnalenkroketten op. Die waren echt heel lekker. En de hoofdgerecht heb ik zeeton. Dus ik moet nog even afwachten wat het gaat worden. Ja, nou, ik ben benieuwd. Ik heb een kreeft, dus we gaan het checken. Ja, is goed. Top. Even een klein beetje inzoomen hier. Ja, graag zelfs. Bent u hier voor het eerst, meneer? Of, nee. Nee? Nee. Echt waar niet? Nee, ik ben voor de tweede keer. En hoe lang is de zaak open ongeveer? 2 maanden? Ik heb geen idee. We waren hier vorige week zaterdag. We waren erg onder de indruk van de keuken en de bediening. Dus we zijn nu met onze vrienden hier. Dat is uitstekende reclame. Gewoon terugkomen binnen een week. Ja. Dat is goed op toch? Dank je wel. Eet smakelijk? Ja, dankjewel. Ja, dat hoort erbij, hè? Smaakt het? Ja, het is hartstikke lekker. Ja, het is, ja, heerlijk. Voor de rest is het ook gezellig. Het is alweer op. Jij bent mede-eigenares. Je zit, jij bent andere dingen aan het doen, hè? Ja. Nou ja. Dat hoort er ook bij. Ook. Ja, daarnaast ben ik ook veel thuis met hem. En we zullen te vertellen, hoe bevat het allemaal tot nu toe? Ja, heel goed. Ja? Ja, het loopt ook echt als een trein. Ja, nou ja, ik zie het redelijk vol zitten hier zo. Ja, nou ja, we adviseren het altijd om gewoon te reserveren. Ja? Ja, dus soms hebben we gewoon echt geen plek meer over. Dus ja. Nou ja, dat is echt heel goed. Van begin af aan eigenlijk gewoon dat het heel goed loopt. En zit je zelf ook heel vaak, want jij werkt, je bent natuurlijk ook inderdaad, je zorgt ook voor de kinderen. En, kind. Maar je werkt op één kind, sorry. Eén kind. Ja. Nee, maar ik ben niet heel veel hier op de werkvloer. Maar ik kom wel elke dag hier naartoe en ik doe heel veel op de achtergrond. Gewoon leveranciers en social media en heel veel dingen die andere mensen niet dat zien. Dat doe jij allemaal? Ja. Maar sta je ook wel eens in de bediening? Of ja. Oh, dat doe je ook? Ja, ik sta hier ook in de bediening. Sowieso overdag op dinsdag heb ik... en ik moet voor hem gewoon iemand hebben die bij hem blijft. Ja, en ja. Dat komt wel. Maar ben je er blij? Vind je het allemaal leuk om te doen? Ja, ja superleuk. Het is echt ook heel mooi geworden natuurlijk. Daar zijn we ook super blij mee. Het ziet er ook super uit allemaal. Ja. En hele goede reacties krijg je van iedereen. Ik heb nog niemand horen zeggen, Middelburg, dat valt me echt op. ik heb daar niet lekker gegeten. Iedereen vindt het lekker, het is betaalbaar. Ja. Ja. Nou ja, dat is ook de bedoeling. Precies de insteek. Ja, ik ga even naar je man lopen. Ja, dat is goed. Er komt ook net eten aan. En Emily, hi, yes. Hoe lang werk jij hier nou? Nou, echt al jaren. Nee, maar dat vond ik ook wel een ding. Augustus. Ja. Sinds augustus. Je bent hier net. Ja. Maar je bent natuurlijk wel een krek in Middelburgs en andere horeca. Ja. En je komt hier nu met krabben aan. Ja, fantastisch. Kreeft, wat hebben we hier? Dit is de streek van de week. We hebben pietermannetjes en langoustines. En dit is onze famous krab en curry. En hoe vindt het om hier te werken? Gaat het allemaal naar je zin? Ja? Ja, heel kan je het allemaal aan? Zeker, ja. Dat gaat heel erg goed. Ja. Leuk. En leuk dat je er bent. Ja, nou, dan, mooi. Dan ga ik nu even naar die keuken sprinten. Okay. Ja, en jullie. Ja. Jullie zitten hier heel toevallig aan een wijntje. Maar jullie zijn natuurlijk geen eigenaars, maar jullie zijn wel zeer betrokken bij deze zaak, toch? Willen jullie daar iets over zeggen of zeggen jullie, doe maar lekker niet? Veel jammer, nee, leuk. Nee, maar ik zat net volgens mij met jouw dochter, hè? Charlotte is jouw dochter. Ja, mijn dochter, ja. Top. En jij bent weer de vrouw van? Of, Van ja, dus, ja, op een gegeven moment kijkt ook allemaal niet meer onder stoel of banken. Maar hoe is dat allemaal? Jullie zijn zeer betrokken geweest bij deze zaak, toch? Ja,
ik heb de inrichting en de styling gedaan. Ja. En jij de financiering, een beetje? Ah, okay. Of is dat weer te kort door de bocht? We hebben ze gesteund, laten we het ja, zo zeggen. Ja, nou, maar dat is heel goed. Maar jullie komen hier zelf gewoon ook heel graag. Ja, we komen hier wel eens. Lekker een wijntje, af en toe een hapje. Ja. Ja, dat is heel goed. Dan ga ik nu even kijken in de keuken bij... Kijk maar eens in de keuken. De schoonzoon? Toch? Vergeet het toiletje niet, hè? Oh nee, de toiletten. Ga jij zo even met me mee? Ja, dat is goed. Want ik ben er net even geweest. Nou, laten we dat eerst doen, kom. Oh, we gaan Ingrid, we gaan daar samen naar de wc. Sorry, Arie. Ja, doe die meneer gaat ook naar schuimen. Ja, het staat heel klein, hè? Ja, dat ben je niet op. We gaan het heel kort doen, want we willen die man voor privacy doen. Meneer, ja. Heeft u bezwaar als ik hier even film? Want ik wil even één ding laten zien. Nee, ik ga niet. Ja, ik wil het dicht. Maar wat? Ingrid, wat is daar nou zo legendarisch als hij? Is het bij de... Oh, daar is nog een heer het toilet. Nee, ja, dat kan weer wel. Maar dat is een zit. Is die ook zwart? Alles is zwart. Ja, en dat vind ik dus heel mooi. Want ik heb echt nog nooit een zwarte pisbak gezien. En ook geen... En, roest en het plafond. Ja, is dat plafond... ja, dat is wel buitengewoon mooi. Ja. En wie heeft dat dan voor jullie... Jij hebt dat georganiseerd, maar wie levert dat dan? Ja, ik moet even kijken, daar heb ik een spiegel. Kijk, het roest komt van La Vaca. Echt waar? Ja, geef Henk geleverd. Oké. Plafond, ja, overal en nergens, hè. Als je een idee hebt, ga je het halen. Laten we kijken. Vindt u het vervelend dat ik film? Een beetje maar. Maar kijk, we hebben hier ook gewoon een midden in de... Je komt de ruimte binnen en dan staat hier gewoon een wasbak. Mooi. Kijk, en nu kunnen we toch even de kist bakken. Want ik vind die echt... Ik heb nog nooit zwarte pisbakken gezien, en hier zijn er gewoon twee. Ja, vindt u dat ook, meneer? Ja, ik vind het mooi. Buitengewoon, hè? Mooi donker grijs. Super stijlvol. Mooi donker grijs. Maar heb jij het verzonnen, Ingrid? Ja, serieus. En nou, daar wil ik één ding van, want ik heb er allemaal de bal verstand van, maar waar heb je dan inspiratie gehad voor dit? Ja, overal en nergens. Ja? Ja. Maar zwarte pisbakken, die hebben we toch echt nergens? Nee, die komen ook uit Italië. Echt waar? Ja, ik kan je Nederland niet vinden. Ik ben tevreden. Kijk, u bent tevreden. Ja, ik ben mooi. Ik heb hier net voor het eerst, maar ik vind het er mooi uitzien. Dank u. Ja, echt waar, want dat is een mooi interieur. Kijk, dit is zwart. Dat is ook mooi. Ja, kijk, ja, dat is... Als je het doet, moet je het goed doen, hè? Ja. Dus alles ik wordt doorgevoerd, hè? De zwarte lampen, de zwarte dingen, de zwarte... En de dames, dat durven we niet zomaar in. Alles is natuurlijk klopt, hè? Als je doet, moet het gewoon doen, hè? Ja, dat is ook wel lekker. Mooie doekjes. En het ruikt hier ook gewoon fris. Ja. Dat is ook belangrijk. Ja. Je kreeft staat op tafel. Ja, ik rijd nog heel even snel door naar de keuken. Dan, Kijk die dingen naar de keuken. Hup! Hup! Klassiek. Hey, goeiedag. Sorry. Kaas, het is een beetje rommelig filmpje antwoorden. Echt, waarom? Dat had ik nou niet verwacht. Ja. Gelukkig ben ik altijd heel geïnteresseerd. Nee, maar de toiletten die was ik klaar van indrukken. Dat is allemaal zwart en lekker stijlvol. Ja. Zat er weer iemand te zwaaien? Ja. Goeie kind! Ja. Is je kind? Ja. Maar Kas, hoe lang ben je nu ook hier zo? Achtste week, ja. Negende week. En op een gegeven moment ging zelfs op het terras het verhaal dat jij zo hard werkte dat je zelf hier sliep. Nee, is dat waar of is dat onzin? Ik doe smiddags wel eens een powernap, maar dat doe ik altijd. Dat maakt niet uit. Maar het is niet dat je hier s'nachts in de koelcel lag. Nee, verhalen worden snel legendarisch. Ja, nee. Ik doe smiddags altijd een powernap, maar dat doe ik eigenlijk al heel mijn leven lang. Daar hoor ik, heb je ook breekdiensten van vroeger, hè, van oudsher. En daarvoor komt het eigenlijk. Dus smiddags een powernapje, dus dat klopt. Ik slaap hier wel eens, maar dat is een powernapje smiddags. Maar heel kort samengevat, want jij zat in West-Kapellentuin, samen met je dame. Ja. En je praat gelijk. Ja, we doen gewoon lekker door. Ja. Maar je stond bekend om je, nou ja, weet je wel, je was het Sears Mosselhuis. Ja. Wat ben je nu aan het even door aan het... Nou, ik denk dat het eigenlijk het Mosselhuis 2.0 is geworden. Sears Mosselhuis was veel meer dan mosselen, het was echt seafood. Seafood is echt een kindje, dan liefde. Dat is waar ik zelf van hou. Kijk naar deze goede bij, zelfs die proef is geweldig. Dat is gewoon, ja, dat is echt. En ik hou zelf enorm van seafood. En dat was een Mosselhuis, dat is de basis daarvan ontstaan, denk ik. En ik denk dat het hier alleen maar een doorontwikkeling krijgt. En groeit. En ik denk dat er in de toekomst nog meer groeit. Maar weet je, dat,
Ja, seafood is gewoon hetzelfde. Ja, maar kan ze... Zoals Mosselhuis 2.0, ja. Weet je, maar uiteindelijk hoor ik gewoon heel veel mensen die hier hebben gegeten. En ik hoor eigenlijk helemaal niemand klaar. Ze eten allemaal lekker, ze eten betaalbaar. Ja, dat vind ik wel. Is dat onzin of niet? Of is dat precies wat je aan het doen bent? Ik wilde... Wat sta je daar nu? Wat sta je daar in? Ik pak boeien schelpen. Ik ga nu in de boeienbers. Je hebt een heel kort gestoomd die schelpen. Dan staan ze net open. Dan doe ik ze in de soep. En dan gaan ze nu mee. Dan kunnen mensen ervan genieten. Nee, betaalbaar, toegankelijk is heel belangrijk. Ik doe 3-4 goede ingrediënten op bord. Dat moet top zijn. De kwaliteit is top. Maar geen poespas. Geen gerotzooi. En dit is de manier waar ik zelf van hou. En dat kan ik nu hier doen. En hier ook aan gasten bieden. En ik wil echt ten alle tijden toegankelijk blijven. Bord mossen aan de bar, heerlijk, kom maar op. Maar tot nu toe zit je volgens mij gewoon elke keer behoorlijk vol. Wij zitten hier dus ook eens een keer te eten. Ja, nou, we zitten eigenlijk al bijna elke avond vol. Ja. Dat toch? Ja. Ja. Dat goed? In de weekenden altijd vol plus. Dus dat er meer tafels dubbel bezet zijn en dan is er één keer vol plus een aantal dubbel bezet. En wat ik ook nog ga, kijk, ik zie hier allemaal mensen, kijk je eigen dame, die staat om de hoek lekker. Maar de hele horeca in Zeeland zit omhoog met personeel, hoe zit dat bij jou? Want ik zie, is dat je hulp? Is dat, nee, hij kijkt heel serieus. Sommigen denken dat het mijn broer is, dat is niet zo. Nee, dan komt er nog een vent met een hele hip. Kijk, ik ben niet zo hip, dus daarom doe ik maar een theedoek op mijn kop. Ja, dat ziet er ook behoorlijk. Nee, dat is gewoon puur voor de warmte achter de kachel. Ja, het is hier heel warm, dat voel ik ook wel. Ja, nee, in die hete dagen was hier ook misschien wel over de 60 graden achter de kachel. Dus ja. Dat is wel maar ben je ook mooi met je personeel? Wij gaan heel lekker qua mensen. Ja? Ja, misschien dat ik hier en daar nog een 0 uren kan gebruiken die door de week kan bijvoorbeeld. Een leuke dame of zo, die met wat ervaring erbij. Voor na de schoolperiode. Maar ik heb ook goede mensen meegenomen van het Zoos Mosselhuis. Ik denk leuke zaak. Gewoon fatsoenlijke mensen en dat trekt en dat gaat ook goed. We hebben echt een heel leuk team. Ik ga nog een allerlaatste vraag. Want ik hoorde net dat mijn kreeft op tafel staat. Dus dat vind ik toch zonde. Heb jij een joekel? Ja, ik ben toch op kreeft. Ja, als ik hier dan toch kreeft, maar ik wil nog één ding weten. Al die black en green bastards en dingen. Jij hebt hier ook echt enorme... Waarom is dat nu zo hip? Wat doe jij hier precies mee? Dit is hier grill ik dus die kreeft die jij nu gaat eten. Echt waar, ja? Die grill ik hierop. En waarom is dat beter dan een oude koekenpan? Maakt niet uit. Nee, je kan ook op je houtskool grill barbecue. Of op je houtskool barbecue. Maar de smaak van houtskool. En dit stookt het houtskool mooi omhoog. Omdat je hier je lucht kan regelen. Dus je hebt en power en de houtskool smaak. Dus dat is de ideale combi om te grillen. Nou, that's it. Ik denk dat daar. Ik zie alle koks hier gaan er ook. Green bastards, black bastards. Ja, het is allemaal. Het is allemaal hetzelfde. Maar het is geen onzin. Het is een Kamado. En een Green Egg is een Kamado, dit is een Kamado. Maar goed, het is geen onzin. Ik onderbreek je weer, want het filmpje wordt heel lang zo. Ja. Maar je hebt ook nog een feestje, dat is een besloten feest, weliswaar. Ja. Maar, ik ben er dan zelf niet, helaas. Ja, maar graag op feestjes komen. 20 september, officiële opening. Ja. Ja. En voor wie is dat dan? Voor collega's van je vrienden? Collega's, netwerk, genodigden. Ja. Ja, dus wel op genodigden? In principe wel. Maar dan is het echt helemaal los hier. Ja, en, vanaf dan, ik heb mezelf ook de tijd gegeven om het op te zetten en neer te zetten. En de 20e gaan we. Dat is de opening ook van het oesterseizoen. En dat wordt een jaarlijks terugkerend oesterfeestje. De kast ben je tevreden tot nu toe. Ja, super tevreden. Ja, mooi man. Een blauwe kind. Dankjewel, werk lekker verder. Ja, dankjewel. En succes hier nog. Goed, dankjewel. Hoi. Hey, hoi.